Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik jullie gaan laten zien hoe je Homey aan Google Home kan koppelen. Daarvoor heb je een telefoon nodig, de Homey app en de Google Home app. En als je die hebt, dan kunnen we verder gaan op de telefoon. Oké, laten we eens kijken hoe we Homey aan Google kunnen gaan koppelen. En als eerste ga je naar de Google Home app. Als deze geopend is, dan ga je naar het plusje boven toevoegen. Vervolgens ga je naar apparaat instellen. En omdat Homey natuurlijk al is ingesteld, selecteer je heb je al iets ingesteld. Nu gaan we naar het vergrootglasje naast apparaten toevoegen. En daar zoek je Homey op. Als dan Homey dan ziet, dan tik je daarop, dan meld je je aan met het account waar Homey aan gekoppeld is en dan selecteer je toestaan. Nu zal Homey gekoppeld worden en gaat hij eventjes synchroniseren. Dus daar moeten we even op wachten. Nu is Homey aan Google gekoppeld. Alleen om de synchronisatie goed te laten verlopen, moeten we eventjes in de Homey app ook nog wat instellen. Dus we openen de Homey app. Dan gaan we naar het tabblad Meer. Zorg wel eventjes dat je met een beheerdersaccount bent ingelogd. Als je bij het tabblad Meer bent, ga je naar instellingen. En als je iets naar beneden scrolt, dan zie je Google Assistant staan. Daar tikken we op. En achter synchroniseren naar Google zet je het schuifje aan. En dan zal Homey netjes met Google gaan synchroniseren. Zo koppel je dus Homey aan Google. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Heb je nog vragen? Laat ze even hier achter in de comments. En vergeet ook niet te abonneren. En als je toch abonneert, druk dan meteen even op het belletje. Dan krijg je elke keer een notificatie als ik een nieuwe video plaats. Oké, bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag weer bij een nieuwe video.